Deze is van zondag 9 juli. Dit is Piazza's Echo. Sinds een paar dagen houd ik hier elke avond een praatje om ongeveer 7 uur. Nou, precies 7 uur. Doel daarvan is mijn eigen. Het is goed voor mijn eigen inspiratie. Daar heb ik de laatste tijd nog wel wat mee te schaften dat het niet helemaal fantastisch wil. Maar goed, daar is het goed voor. En daarnaast krikt het misschien ook de D-Star-activiteit wat op. Dat zou mooi zijn. De bedoeling is 3 tot 5 minuten. Maar de ervaring van de eerste paar dagen leert dat het bijna nooit zo kort lukt. Behalve via D-Star is het ook via ook live te beluisteren via de D-Star-stream. En daarnaast enige tijd later ook via mijn podcast en via YouTube. Nou, ongeveer een week ga ik bekijken wat ik doe. En waarschijnlijk ga ik in elk geval door via mijn podcast. Maar of dat via Dista blijft, dat is nog de vraag. Het is ook niet de bedoeling om een vervanging van de Daily Minutes te maken of zo. Ik doe gewoon wat anders. Dus misschien klinkt het hetzelfde omdat de stem hetzelfde is. Maar jawel. Ik was in het verleden in de hobby vaak van de primitieve middelen. En dat is nog steeds wel zo. Ik werk met simpele antennes. En een morsapparaatje met QRP-werker vind ik nog veel leuker nog steeds dan met de velddag meedoen. En zo zijn er meer dingen. Ik heb, moment, dan moet ik eventjes bladeren. En dat is in de computer lastiger dan op papier. En zeker met 2 microfoons in mijn hand. Maar in het verleden improviseerde ik vaak met meetapparatuur. Ik maakte er een gewoonte van om daar niet te veel van aan te schaffen. En het eigenlijk met zo simpel mogelijke middelen te doen. Zo heb ik een amateur tv-zender gemaakt ooit. En die heb ik helemaal gebouwd en afgeregeld met niet meer dan een universeel meter. Een griddipper en een 70 centimeter transceiver waarvan ik wist dat de spiegelonderdrukking goed was. En een computerscanner. En die zender die deed het en die werd vervolgens door de radiocontroledienst goedgekeurd. Wat wel best een prestatie is, vind ik. Zou dat nu niet opnieuw aandurven. Ja, maar om op wat van die oude meetapparaten in te zoomen. Ik noemde hem al de dipmeter. Ik denk niet dat veel mensen nog weten wat het is. Maar het was toen een heel belangrijk instrument. Naast de universeel meter, als je met zenders stoeide, dan was een dipmeter bijna onmisbaar. Het is een beetje een merkwaardig apparaat. De combinatie, ja, dat zou je zeker zin kunnen zeggen. De combinatie van een staande golfmeter en een dipmeter is ongeveer wat een VNA doet. Maar een VNA is veel gedetailleerder en doet veel meer nog. Maar dat is wel ongeveer de functionaliteit. Een dipmeter is een afgestemde kring. En nu praat ik al 3 minuten. Een afgestemde kring met een oscillator eraan. En daar kun je van alles mee. Er zitten vervangbare, hoe zeg je dat, verwisselbare spoelen zitten erbij. Zodoende kun je een heel groot frequentiebereik aan. En er zit een analoge schaal op, waarbij je bij benadering de frequentie kunt aflezen. Dat gaat niet super nauwkeurig, dat zal duidelijk zijn. Maar de oscillator is ook niet zo stabiel. De eerdere dipmeters die waren met buizen. Daar moest je later met halfgeleiders erg mee oppassen. Ik heb zo'n Heathkit geval met volgens mij een ECC92 buisje erin. En die heb ik ooit op 20 meter aan de antenne gehangen. En de afstand was verbluffend. En toen ging ik eens meten. En toen bleek dat met die koppelus dat er ongeveer 1 watt uitkwam. Op een dummy load. En een geëikte, of een goede, hoe zeg je dat, een goed gecalibreerde wattmeter. Dus dat was een, maar goed, ik heb daar toch veel mee afgeregeld. Onder andere die ATV-zender. Ik heb pas recent een transistor griddipper uit een nalatenschap een keer gekocht. Hoe werkt dat nou en hoe meet je daar nou mee? Nou, je kunt van alles mee met zo'n ding. Je kunt kijken wat de frequentie van een oscillator is. Daarmee kun je bepalen of de oscillator op de grondtoon zit of dat je niet per ongeluk op een harmonische zit. Dat doe je door de griddipper in de stand detectie te zetten. En dan draai je de afgestemde kring naar de frequentie waar je denkt dat het zit. En slaat de meter op de dipmeter dan uit. Doet het oscillator signaal, ja, dan zit je wel goed. Maar doet hij het alleen op de tweede of de derde harmonische, ja, dan zit je dus niet goed. en je kunt ook nog kijken of je, als je hem op de goede frequentie meet, of je niet de grondtoon nog ergens, dat je niet nog lager zit en alsnog een harmonische meet. Wat heel handig is, dat is dat je er de frequentie van afgestemde kringen mee kunt bepalen. Namelijk door de dipmeter zo los mogelijk te koppelen met die afgestemde kring. Want dan bederf je de Q-factor niet. En dan draai je langs de schaal. En dan zie je op een gegeven moment zie je een dipje. Vandaar de naam.
En dat dipje, dat is in de meteruitslag. En op dat punt resoneert de spoel met de condensator in combinatie. En ja, dan zit je, we hoorden dat ding, dat heeft echt niet een nauwkeurigere schaal dan 500 kHz. Maar dan zit je in elk geval in de buurt van de betreffende amateurband die je moet hebben. Ik laat hem even los, want ik krijg kramp in mijn duim. Nu zit ik even te denken, waar ga ik met het verhaal heen? Want ik heb helemaal niks voorbereid. ja, eens even kijken. Nou, ik heb al meer, want ik wou het over de dipmeter hebben. Maar jij hebt het verhaal al bijna verteld, hè? Je kunt met een dipmeter kun je detecteren. Je kunt er dus losjes aan een afgestemde kring koppelen. Oh ja, je kunt hem ook aan een antenne koppelen. Dus hetzelfde wat voor een afgestemde kring geldt, dat geldt ook voor een antenne. En dan weet je of die antenne te hoog of te laag staat in frequentie. En dat is een heel handig hulpmiddel. Zeker in het tijdperk dat er nog geen VNA's waren. Nano-VNA's en andere VNA's. Die dingen die kosten tegenwoordig niks, dus je moet ook echt niet... Maar ik vond het leuk om nog een dipmeter te hebben met transistoren. Dus vandaar dat ik die gekocht heb. Ik heb hem nog niet gebruikt, maar wel geprobeerd. Dus iets anders wat je er nog mee kan, is dat je er een kristaloortelefoontje op kunt aansluiten. En dan kun je, als een zender AM gemoduleerd is, en dat was vroeger de meest gebruikte modulatiesoort, dan kun je die modulatiesoort in het koptelefoontje terug horen of je niet overmoduleert en dat soort dingen. Nu zit ik even te denken hoe ik nog meer, of ik nog meer trucjes heb. Wat dan wel een aardige truc is, als je afregelt, wie doet dat tegenwoordig nog, maar als je een zender afregelt en er zitten sprongetjes in het afregelen, dus je draait aan, dan kan het zijn dat je trimcondensator vuil is of slechte contacten heeft, maar het is ook heel aannemelijk dat komt door oscillatie in je zender. Dus dat de boel niet stabiel is. En dat wil je natuurlijk de kosten voorkomen. Want een oscillerende zender die zendt echt overal. En je wil niet dat je call buiten de amateurbanden gedetecteerd wordt. Dus dat is wel een veeg teken. Wat ik verder altijd deed, dat was eindtrappen afregelen met een stroombegrenzer ertussen. Want ik ben al snel overgeschakeld op transistor eindtrappen. Nadat ik een keer aan de 800 volt was blijven plakken. En toen dacht ik, dit niet meer. Dat heb ik niet helemaal waargemaakt. Ik heb daarna nog wel eens wat met buizen gedaan, maar ik heb het sterk geminimaliseerd. Maar die transistoren, vooral die in die tijd, die gingen heel snel kapot. Dus wat ik deed, dat was soms ook om overspanning te voorkomen, als die dingen daar gevoelig voor waren. Zelfs zenerdiodes voor de zekerheid eroverheen. Ik wist niet eens of die zo hoog ging in frequentie. Maar... En de stroom begrenzen. Zodat hij niet, als hij per ongeluk ineens heel veel stroom gaat trekken, dat hij niet meteen die transistor kapot gaat. Allemaal aardige tips. Maar die van die oscillaties, als je aan het afregelen draait. Het vervelende daarvan is dat er tegenwoordig niet zoveel analoge universeelmeters meer te koop zijn. En je hebt eigenlijk een universeelmeter nodig waar geen demping in zit, met een hele snelle aanwijzing, om die oscillaties te kunnen zien. Dus dat is nog wel iets waar je naar op zoek moet. Ik pak hem nog even terug. Maar de 5 minuten ben ik in elk geval al ruim voorbij. Maar goed. Als ik meer ga vertellen, dan wordt het een heel leuk verhaal. Dus laat ik dat niet doen. Laat ik het hier vandaag bij houden. Luchtigjes. En morgen weer. Dit is Papa Alpha 6 Echo.